Aan boord van een KLM-toestel is afgelopen week een grote vechtpartij uitgebroken. Anouk Smulders zat aan boord van die heftige vlucht. Een dronken passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen, waarop ruzie en vechtpartij volgden. Beelden van die vechtpartij zijn hierboven te zien. Punt op de beelden is te zien hoe er rare klappen uitgedeeld worden in de cabine van het toestel. Een passagier met een ontbloot bovenlijf lijkt de bron van alle ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondkapje, daar waar dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Een woordvoerder van KLM bevestigde aan NAT5 dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn twee passagiers gearresteerd. Anouk Smulders ging met haar man en twee kinderen naar Ibiza om te genieten van een heerlijke vakantie. Die begon erg heftig. Guido den Aantrekker sprak Anouk zondag, zo is te zien in de bovenstaande video. De crew wist eigenlijk ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Het gebeurde echt een paar stoelen voor ons. Ze waren iedereen aan het uitdagen en onze kinderen riepen dat ze eruit wilden. We hebben tegen onze kinderen gezegd, kijk die mensen maar niet aan. In de bovenstaande video zie je meer over de heftige vlucht van Anouk. Aan de Telegraaf vertelde Anouk eerder al hoe heftig het was. Op een gegeven moment gingen ze mensen uitdagen en gaven van hen een vrouw een duw. Haar man werd vervolgens helemaal gek en die pompte hem vol op zijn neus. Het bloed gutste eruit. Hij begon te duwen, waarna er een megaknokpartij ontstond. En voordat hij het wist, zat er 5 man bovenop hem. Het is echt alsof je in een slechte film zit, vreselijk.